Hallo lieve steenbok, leuk dat je er weer bij bent. Als eerste de beste wensen. We zijn aanbeland bij week 1, 1 januari tot en met 7 januari. Het is een algemene reading, haal eruit wat je nodig hebt. Lieve steenbok, wat is jouw hoofdthema voor deze week? Oké. Ja, je bent heel erg bezig met wat zijn mijn wensen, wat zijn mijn dromen, hoe ga ik het aanpakken? Een beetje wat vaker gebeurt als we in het nieuwe jaar stappen. Ik zie dat je dingen los probeert te laten. Je echt probeert te focussen op jezelf. Je wilt groeien, je wilt bloeien. Dat de vermoeidheid soms nog even toeslaat. Maar ook dat het soms even een warboel nog kan zijn. We gaan eens even verder kijken, lieve steenbok. Wat je verder kan verwachten. Wat kan de steenbok deze week verwachten? Ik heb het idee dat er soms heel veel tegelijkertijd op je afkomt. En dat je daardoor soms gewoon even niet meer weet wat je moet doen. Tegelijkertijd voelt het alsof je soms echt in het verleden leeft en soms in het heden. Dus het wisselt elkaar een beetje af. Je bent heel veel op zoek naar bepaalde zekerheden. Als ik deze stap zet, kom ik er dan. Als ik deze stap zet, kom ik er dan. Terwijl het juist belangrijk is om dingen wat los te kunnen laten. Sorry. Om je rust te kunnen pakken. Om aan jezelf te kunnen werken. Om te luisteren naar jezelf. En het is belangrijk om grenzen neer te zetten. Waar je zelf, maar ook anderen niet overheen gaan. Dus het is echt wel een week waarin, wanneer je tot rust komt, de zekerheden naar voren gaan komen. Maar wanneer je in je hoofd blijft, er geen zekerheden zijn. We gaan eens even verder kijken, lieve steenbok, naar een mooie positieve boodschap. En dat zijn er twee. Laat je zien. Laat zien wie je bent en wees er trots op. En wees lief voor jezelf en voor een ander. Lieve steenbok, ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt. Wil je een 1-op-1 reading? Dat kan via mijn website. En let op, tarieven zijn gewijzigd. Wil jij je toch nog opgeven voor de mediumschapsopleiding? Dat kan. Het begint volgende week, dus wees er snel bij. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.